Woensdagochtend werd bij station Lent het officiële startschot gegeven voor de bouw van de Bongerd. Een complex met 67 appartementen, waarvan er 23 bestemd zijn voor cliënten van zorgorganisatie Onder de Bomen. Wethouder Vergunst gaf hiervoor een druk op de knop. 3, 2, 1, yes! We gaan 67 appartementen realiseren hier, waarvan er 23 bestemd worden voor cliënten van Onder de Bomen, zorgpartijen waar we mee samenwerken. En nog 7 andere voor andere bijzondere doelgroepen en de overige gaan we in de reguliere verhuur zetten. Ja, het is een doelgroep die eigenlijk nog niet zelfstandig kan wonen. Dat wil zeggen dat ze ondersteuning nodig hebben op verschillende gebieden. En het fijne is dat we hier een team laten werken die de mensen 24 uur per dag kunnen benaderen. Dus we zijn voor de mensen die hier komen wonen, zijn we 24 uur per dag bereikbaar. We gaan hier ook een kantoor in het gebouw krijgen. Dus het is een hele mooie kans voor mensen om eigenlijk langdurig te blijven wonen ook. Veel mensen hebben wat ondersteuning nodig op verschillende gebieden. En op deze plek is het zo dat het ook zo is dat ze hun hele leven hier kunnen blijven wonen. Dus, en de doelgroep die is heel wisselend. Het kunnen mensen zijn met een lichtverstandelijke beperking, maar het kunnen ook mensen zijn die normaal begaafd zijn. En net in de fase van hun leven zitten waarin ze een aantal vraagstukken hebben die ze niet alleen op kunnen lossen. Of waarbij ze een steuntje in de rug nodig hebben. En daarbij worden ze begeleid. En wij noemen dat gesteund wonen vanuit Onder de Bomen. Lent is een wijk met een gunstig leef- en woonklimaat. De partijen die samenwerken voor dit project zijn daarom ook maar al te blij met deze locatie. Nou, het mooie van deze locatie vlakbij station Lent is dat het en heel goed bereikbaar is. Dus via de trein, via de fiets. Het ligt ook heel dicht bij de historische binnenstad van Nijmegen, op loopafstand zelfs. Je bent zo in de natuur, in het groen, bij het water, bij de Waal. En de voorzieningen zijn heel dichtbij. Dus eigenlijk bijna alle voorzieningen die je nodig hebt zijn hier vlakbij. Sporten, winkelen, horeca. Dus je kunt hier eigenlijk een heel goed leven hebben op een toplocatie. Het is een hele gezonde wijk. En je moet voorkomen dat je niet te veel mensen met ondersteuning bij elkaar op één plek laat wonen. Maar het juist met elkaar laat mixen. Vandaar dat het gemengd wonen op deze plek in Lent heel mooi is. De 67 woningen hier in Lent zullen rond de periode van april 2025 klaar zijn.